De afleggersvereniging Elda heeft gisteren haar 65e jaardag gevierd. Een afleggersvereniging is een organisatie die na iemands dood het ontzielde lichaam verzorgt en klaarmaakt voor de begrafenis en daarmee de familie ook een bepaalde troost geeft. De jarige Elda vierde dit heugelijk feit met een dankdienst en receptie die gehouden zijn in respectievelijk het voorhof en de zaal van Koert Charity. Elda betekent door God geroepen. Dominee Edgar Loswijk, die voorging in de dienst, zei dat Elda dus uitvoert wat God haar heeft opgedragen. Hij gaf aan dat afleggers het ontzielde lichaam van een mens met het nodige respect behandelen en het gereed maken voor de grote reis. U als organisatie, Elda, u kunt uw werk alleen doen door overgave, door liefde, door toewijding. U doet het niet om rijk te worden, maar u ziet het als een roeping om aflegger te zijn. Zeer zeker. En het is een beroep of een functie, hoe je het wil omschrijven, waar je met je hele hart erbij moet zijn, omdat je geeft aan de medemens. En wanneer je bezig bent met je werk, heb je geen tegenstanders, heb je geen vijanden, want elk mens is gelijk, God bepaalt. Dominee Loswijk ziet echter ook graag dat er ordening komt in het afleggerswezen. Volgens hem fronst hij soms de wenkbrauwen als hij bepaalde ontwikkelingen opmerkt. U hoort ook de voorzitter van Elda, Eugène Olieberg, in zijn feestrede. En ik vind dat jullie ook geroepen zijn om controlerend, zelf corrigerend bezig te zijn. Want een mens heeft de neiging altijd om af te glijden. Ik zeg het een beetje voorzichtig. Maar dat je zegt, waarvoor doe je dit? Is het om show? Dat mensen over je gaan praten, dat je geweldig? Of is het dat je zegt, ik geef mij in opdracht van God volledig om het werk te doen? En ik denk, als we het zo bekijken, dan hebben we het recht elkaar te corrigeren, ja. Om te voorkomen dat de buitenwereld een verkeerde kijk gaat hebben op het aflegger zijn. Er komt een tijd wanneer u teruggaat. U wordt daar opgeroepen door uw Heer en Schepper. Maar dan komt het. Het antwoord wat velen verwachten, ik ga uitweiden wat de afleggers doen. Op dat moment, als u bent overleden, kan u zichzelf niet meer behelpen. En dan heeft u de aflegger nodig. Dat is wat er gebeurt, mijn waarde broeder. U bent overleden. U kunt niets meer doen. Dan zijn er de afleggers die verder voor u zullen zorgen. Om u klaar te maken, zodat u terug kunt gaan naar uw Heer en Schepper. Om een vereniging 65 jaar run of 13 lustrums van 5 jaren lang in stand te houden, is niet makkelijk. Dus ik ben al mijn voorgangers dankbaar dat ze Elda hebben kunnen leiden tot op dit moment. Elda-voorzitter Eugène Olieberg, gisteren bij de viering van het 65-jarig bestaan van een van Surinames oudste afleggersverenigingen.